Na deze unieke klanken die ik u had voorspeld, gaan we verder met een ander bijzonder stuk. We kunnen in de samenwerking tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland niet om de figuur van admiraal de Ruiter heen. Dus hoe bijzonder is het dat een van de meest bekende, dat een bekende Britse componist, meneer Michael McDermott, de admiraal de Ruitermars heeft geschreven. Die zal de dirigent straks met u brengen. Daarnaast ziet u weer de tamboers en pijpers, maar dan samen met de Corps of Drums van His Majesty's Royal Marines, die een nummer brengen dat heet All Hands. Dat klinkt nog aardig Engels, maar dat is dan weer geschreven door eerste luitenant Fred Oostrom. Als derde nummer, na mijn introductie, zult u dan horen Trojan Horse. Maar nu eerst, admiraal de Ruiter. Thank you.
popmuziek, klassieke muziek, Keltische klanken, marsmuziek. De muzikale talenten van de kapel en hun vrienden uit het Verenigd Koninkrijk schudden het moeiteloos uit hun muzikale mouw. En daar gaan we rustig mee door met weer twee nummers. We beginnen met I'll Be There, met als solo basgitarist Laurens Knoop.